Een lege kuip is altijd even wennen voor het duel tussen Feyenoord 2 en RKC Waalwijk 2. Omdat Rijano Haps nog altijd last heeft van zijn oog, mag Tyro Malacia spelen. Misschien ook tegen PSV komend weekend. Zorgt ervoor dat deze Malacia niet mee kan met Feyenoord onder 19 naar Londen. Waar woensdag tegen Chelsea de achtste finale van de Youth League wordt gespeeld. Dylan Vente en Justin Bijlo zijn er wel bij. Verder speelden vandaag in het tweede elftal van Feyenoord de eerste elftal spelers als Erik Bottegien en Renato Tapia mee. En ook Sofyan Amrabat, die al weken zonder basisplaats is, moet het opnieuw doen met speeltijd in het tweede elftal. Feyenoord wint die wedstrijd tegen RKC, mede door dit doelpunt van het Azerbeidzjaanse talent Koksu, uiteindelijk met 3-0.